Goedendag, mijn naam is Michael Ruimerman en ik ben arts klinisch farmacoloog in het Amsterdam UMC. En namens Recipe Farmacotherapie bieden wij deze college-reeks aan over cardiovasculair risicomanagement en hart- en vaatziekten. En nu zullen we starten met het deel 6, dat gaat over hypertensie. In dit overzicht ziet u waar dit deel zich verhoudt tot de andere delen in deze cardiovasculair risicoreeks. Laten we eerst eens beginnen om te kijken wat hypertensie precies inhoudt. Binnen de hypertensie onderscheiden we verschillende vormen. De meest voorkomende betreft de primaire, ook wel de essentiële hypertensie. Wat eigenlijk niet meer betekent dan veroudering van de bloedvaten. Door onder andere atherosclerose. Naast de primaire hypertensie onderscheiden we ook een secundaire hypertensie, wat vaak wordt veroorzaakt door andere factoren, zoals medicatie of bepaalde aandoeningen. We kunnen onder andere NSAID's de bloeddruk verhogen. Patiënten met heftige pijn hebben vaak een verhoogde bloeddruk. We kunnen voedingsmiddelen zoals glycyrrhizinezuur, wat vaak zit in drop en zoethout, de bloeddruk verhogen. Maar zijn er ook aandoeningen zoals een primair hyperaldosteronisme, zwangerschapshypertensie, de ziekte van Cushing, die de bloeddruk aanzienlijk kunnen verhogen. Als we dan kijken naar de pathofysiologie van de hypertensie, kan een hoge bloeddruk komen door verschillende oorzaken. Het kan bijvoorbeeld komen door een verhoogde cardiac output, omdat bijvoorbeeld de hartslag of de slagvolume verhoogd is. Een andere oorzaak kan zijn door verhoogde perifere vaatweerstand, wat vaak komt door vaatwandschade, bijvoorbeeld de atherosclerose. Een andere factor is nog dat het RAS-systeem overactief is, waardoor meer water wordt teruggeresorbeerd en waardoor ook vasoconstrictie van de bloedvaten optreedt. Met name deze laatste twee factoren zijn erg belangrijk bij primaire, ook al essentiële hypertensie. Hier ziet u nogmaals het RAS-systeem. Het RAS-systeem begint bij renine, wat onder andere angiotensinogeen omzet in angiotensine 1. Angiotensine 1 wordt vervolgens door ACE omgezet in angiotensine 2, wat vervolgens weer de belangrijkste bloeddrukverhogende effecten geeft. Angiotensine 2 geeft immers een verhoogde sympathische activiteit, zorgt voor terugresorptie van natrium in de tubulus, zorgt voor aldosteronsecretie, zorgt voor arteriële vasoconstrictie en zorgt dat ADH wordt gesecreteerd, wat onder andere weer zorgt dat vocht wordt vastgehouden. Al deze effecten zorgen er dan weer voor dat de bloeddruk verhoogt, wat weer een negatief effect zou hebben op renine, waardoor het RAS-systeem niet overactief zou kunnen worden. Wanneer spreken we nu van hypertensie? Normale bloeddruk is een bloeddruk systolisch onder de 130 en diastolisch onder de 85. We spreken van hypertensie wanneer de systolische bloeddruk boven de 140 is of de diastolische bloeddruk boven de 90. We moeten ons alleen realiseren dat bijvoorbeeld een spreekkamermeting een hele andere meting is dan een 24-uursmeting of een geprotocoleerde thuismeting, waarbij dus de bloeddrukken aanzienlijk kunnen verschillen. Nu we eenmaal weten wat hypertensie is, is het ook altijd goed om een bepaalde risico-inschatting te maken. De ene hypertensiepatiënt is namelijk de andere niet. Daarvoor kijken we naar de NAG-standaard die deze uitgebreide tabel daarin toont. Om het eenvoudiger te maken hebben we deze tabel iets veranderd en zullen we deze met elkaar op deze manier gaan bespreken. Deze tabel onderscheidt namelijk patiënten die vallen onder een zeer hoog cardiovasculair risico. Dat zijn patiënten met eerder vastgestelde hart- en vaatziekten, zoals myocardinfarct of een CVA, diabetes mellitus met orgaanschade, ernstige chronische nierschade of een score die hoger is dan 10%. Die score zullen we zo iets uitgebreider ingaan. Daarnaast onderscheidt deze tabel ook patiënten die vallen onder een hoog cardiovasculair risico. Zijn patiënten met matige chronische nierschade, diabetes mellitus, in dit geval zonder orgaanschade, of patiënten met een hoog totaal cholesterol of een hoge systolische bloeddruk, of een score die tussen de 5 en de 10% in zit. De laatste categorie onderscheidt zich met patiënten die vallen onder een laag tot een matig verhoogd cardiovasculair risico. En dit zijn patiënten die een score hebben die lager is dan 5%. En wat is nou precies die score? Daar gaan we eens iets dieper inzoomen. De score
is eigenlijk een tabel, of eigenlijk een berekening die laat zien wat de kans is op cardiovasculaire sterfte of ziekte en sterfte. De NAG-standaard heeft deze tabel opgenomen. De tabel die je nu ziet in het scherm is de tabel die specifiek gaat over mannen. Dus ook een specifieke tabel die gaat over vrouwen. In deze tabel zien we ontzettend veel hokjes. Groen, geel en rood die corresponderen met een laag tot matig verhoog risico, een hoog risico of een zeer hoog risico. En afhankelijk van een aantal parameters, te weten de bloeddruk, de leeftijd, of iemand rookt of niet, en het totaal cholesterol, valt iemand in één zo'n vakje. Het bovenste getal, het dikgedrukte getal, is de kans dat iemand in de komende 10 jaar zou overlijden aan een cardiovasculaire sterfte. Bijvoorbeeld het vakje helemaal rechtsbovenaan, dat zijn patiënten die 65 jaar of ouder zijn met een bloeddruk van 180 met een totaal HDL-cholesterol ratio hoger dan 8 die roken, hebben 31% kans om in de komende 10 jaar te overlijden. Naast deze tabel zijn er ook heel veel calculatoren online te bekennen die deze score voor je kunnen uitrekenen. De meest gebruikte en door ons geadviseerde is bijvoorbeeld de U-Prevent. En afhankelijk van de patiënt kan je dan deze score uitrekenen. Nu we iets meer weten over wat hypertensie is en een risico-inschatting, is het ook goed om ons een doel te realiseren. Het allerbelangrijkste doel van de behandeling van hypertensie is het verlagen van het cardiovasculair risico, het voorkomen van micro- en macrovasculair lijden, waaronder een hart- en vaatziekte, en het voorkomen van cardiovasculair overlijden. Dit doen we door middel van het verlagen van de bloeddruk naar de specifieke streefwaarde. Het kan via leefstijladviezen of medicamenteus. Maar naast het verlagen van de bloeddruk is het ook goed om te realiseren dat cholesterolverlaging vaak gepaard gaat met hoge bloeddruk en ook glucoseregulatie een belangrijk aspect is wanneer we kijken naar hypertensie. Wanneer we dan vervolgens kijken naar de specifieke streefwaarde, hangt dit dan weer van af hoe oud iemand is. Zo wordt bijvoorbeeld patiënten die jonger zijn dan 70 jaar, streven we naar een bloeddruk die lager is dan 140 mm kwik. En patiënten die het eventueel nog kunnen verdragen, streven naar een bloeddruk onder de 130 mm kwik. Patiënten die wat ouder zijn, dan streven we naar een iets hogere bloeddruk. Streven we naar een bloeddruk onder de 150 en eventueel voor de patiënten die het kunnen verdragen naar onder de 140. Mocht een 70-jarige ook nog kwetsbaar zijn, dan laten we dit iets meer los. En focussen we ons onder andere ook dat de diastolische bloeddruk niet te laag wordt. Deze diastolische bloeddruk zou eerder gerelateerd zijn aan het vallen. En hoe lager de bloeddruk zou zijn, helemaal bij kwetsbare oudere patiënt, hebben we een verhoogd risico op vallen. Bij patiënten die in een laag tot een matig verhoogd risico zitten, dan is eigenlijk een streefwaarde niet van toepassing. Dat komt onder andere omdat ook de bloeddrukken vaak niet heel erg verhoogd zijn. En we daarom niet zo strikt op deze streefwaarden zitten. Uiteraard, mocht iemand er toch onder vallen omdat iemand heel jong is en een hoge bloeddruk hebben, dan zijn er specifieke streefwaarden van toepassing. Nu we de doelen hebben vastgesteld, is het ook belangrijk om te kijken hoe we deze patiënten moeten behandelen, volgens de mogelijkheden. Patiënten in een zeer hoog cardiovasculair risico, die geven we eigenlijk altijd leefstijladvies en meestal is medicamenteuze behandeling aangewezen. Patiënten met een hoog cardiovasculair risico geven we leefstijladviezen en overwegen we om medicamenteus te behandelen. De patiënten in een laag tot een matig verhoogd cardiovasculair risico geven we eigenlijk alleen een leefstijladvies en is medicatie zelden aangewezen. Als we nou kijken naar de niet-medicamenteuze mogelijkheden, dan zien we dat er heel wat aspecten zijn die een goed effect kunnen geven op de systolische bloeddruk. Zo zien we dat bijvoorbeeld elke kilogram gewichtsreductie vanaf obesitas zorgt dat het 1 mm kwik daling per kilogram kan optreden. Gezonde voeding geeft 5 mm kwik daling. Een zoutarm dieet zou 4 mm kwik kunnen dalen. En ook het beperken van alcohol, stoppen met roken en intensief lichaamsbeweging geeft ongeveer 4 tot 5 tot 6 mm kwik daling. Als we dit dan bijvoorbeeld vergelijken met een gemiddeld antihypertensivum, zien we dat een gemiddeld antihypertensivum ongeveer 10 mm kwikdaling geeft. Daarbij wel gezegd hebben dat er een enorme spreiding zit tussen patiënten. Maar
Een patiënt omzetten naar gezonde voeding en een zoutarm dieet zou dus net zoveel effect hebben op de bloeddruk als één antihypertensieve. Gezonde voeding en zoutarm dieet heeft daarnaast wel extra effecten voor bijvoorbeeld de kans op diabetes, de kans op een hoog cholesterol en kan daarom, die kansen kunnen daarom stapelen. Dus het zou veel makkelijker zijn om iemand gezonde voeding en een zoutarm dieet, geeft veel meer effect op het totale cardiovasculair risico dan het starten van een antihypertensieve. Als we kijken naar de medicamenteuze opties, dan onderscheiden we eigenlijk vier grote groepen. De A, de ACE-remmers en de angiotensine 2 receptorantagonisten, de beta-blokkers, de calciumantagonisten en de thiazidediuretica. En als laatste eventueel nog de overige groep, de alfa-blokkers, renine-remmers, kaliumsparende diuretica en centraal werkende antihypertensieve. Met name deze laatste groep wordt pas gebruikt op het moment dat die eerdere vier groepen niet van toepassing zijn of niet zouden kunnen. In de argumentatie is het belangrijk om eerst te kijken naar hoe maken we dan een keuze voor een eerste antihypertensieve. Daarvoor onderscheiden we twee belangrijke aspecten. We kunnen kijken naar de effectiviteit en naar de veiligheid en geschiktheid. Laten we eerst eens gaan kijken naar de effectiviteit. Om de effectiviteit van een antihypertensieve te bepalen, moeten we een aantal afwegingen maken. De eerste afwegingen die je moet maken bij het maken van een keuze is, zijn er hart- en vaatziekten aanwezig? Realiseer dat hypertensie, hypercholesterolemie, diabetes niet worden gerekend tot hart- en vaatziekten. Met myocardinfarct, angina pectoris, hartfalen en bijvoorbeeld atriumfibrilleren wel. De tweede afweging is of er diabetes of albuminurie aanwezig is. Afweging 3 kijken we welk antihypertensivum eventueel gezien de patiënteigenschappen het beste bij een patiënt zou passen. Dan laten we iets meer gaan inzoomen op deze individuele afwegingen. Bij afweging 1 is het belangrijk dus om af te wegen of er hart- en vaatziekten zijn. Waarom? Nou, de reden daarachter is dat specifieke hart- en vaatziekten antihypertensiva nodig hebben, niet vanwege het bloeddrukverlagend effect, maar vanwege andere effecten die te maken hebben met de aandoening. Als je ook volgende delen van deze collegereeks ziet, onder andere die van acuut coronair syndroom, angina pectoris, hartfalen en atriumfibrilleren, zult u leren waarom deze antihypertensiva nodig zijn bij deze specifieke hart- en vaatziekte. Als een belangrijke spoiler, het gaat dus hierbij niet om het bloeddrukverlagend effect, maar om andere effecten die ook door deze antihypertensiva worden veroorzaakt. Nou, mocht een patiënt hart- en vaatziekte hebben, dan zijn deze middelen bij deze aandoeningen de voorkeur. En daar moet u dus ook eerst mee starten. Mocht iemand nou geen hart- en vaatziekte hebben, is het belangrijk om afweging 2 te maken. Dat is namelijk om te kijken of er diabetes mellitus is of albuminurie. Mocht er namelijk diabetes of albuminurie zijn, dan gaat er namelijk een hele sterke voorkeur naar een ACE-remmer of een ARB. Omdat deze geneesmiddelen een nefroprotectief effect hebben op de nier. Ze zorgen er namelijk voor dat het afvoerende bloedvat van de nier open gaat staan, waardoor de intraglomerulaire druk verlaagt en de kans op schade in die nier en ook het verlies van eiwitten verminderd wordt. Mocht er ook geen diabetes zijn of albuminurie, dan staat u voor een lastigere keus. Want dan zouden nog alle vier de antihypertensiva mogelijk zijn. Echter, beta-blokkers zijn van lagere effectiviteit. Die zullen namelijk maar gemiddeld 5 mm kwikdaling geven, waarbij de andere drie ongeveer 10 mm kwikdaling geven. Dus die zijn veel effectiever. Een andere afweging die u kunt maken in afweging 3 is namelijk de kans dat een antihypertensivum gaat werken. We weten namelijk dat jonge en obese patiënten met hypertensie, dat die over het algemeen eerder hypertensie krijgen door een overactief RAS-systeem. Oudere patiënten en magere patiënten, die zullen over het algemeen een verhoogde bloeddruk krijgen door een stijging van de vaatweerstand. Deze patiënten zijn immers oud genoeg om atherosclerotisch vaatlijden te ontwikkelen, waarbij jonge en obese patiënten dat over het algemeen niet hebben. Op basis van dit onderscheid zouden we zeggen, als jonge, obese patiënten vaker een hypertensie krijgen door het RAS-systeem, zouden we dan ook met RAS-remmers, dus
angiotensine, receptorblokkers, E-schermers of beta-blokkers willen behandelen. En patiënten die wat ouder zijn, magerder zijn, waarschijnlijk bloeddruk hebben, van verhoogde bloeddruk hebben, door vaatproblematiek, dat we daar antihypertensiva starten die meer op de vaatwand aangrijpen, zoals de calciumantagonisten en de diuretica. Wat u ook in deze dia ziet, is dat eigenlijk de tweede antihypertensivum het liefst iets uit de andere groep is. Maar, nogmaals, dit is afweging 3, dus deze afweging is alleen relevant op het moment dat de eerste twee afwegingen er niet waren. Dus dit is belangrijk bij patiënten die geen hart- en vaatziekte hebben en die ook nog geen diabetes of albuminurie hebben. Als u deze afwegingen heeft gemaakt, dan kijkt u ook naar de veiligheid en geschiktheid van de antihypertensiva. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk bij E-schermers of angiotensine receptorantagonisten te realiseren dat deze middelen hyperkaliëmie geven. Bij E-schermers anafylactoïde reacties en kriebelhoest. Dat contra-indicaties kunnen zijn preterminaal nierfalen en dat ze interacties geven met NSAID's. Beta-blokkers geven echter vaker een bradycardie, orthostatische hypotensie en een verminderde inspanningstolerantie. Daarmee moeten we opletten met ernstige astma, ernstige perifere circulatiestoornissen of hooggradige AV-blokken. Calciumantagonisten zijn met name vervelend omdat ze oedemen of orthostatische hypotensie kunnen opwekken. Terwijl de thiazidediuretica met name elektrolytstoornissen kunnen geven, zoals een hyponatriëmie, dehydratie en orthostatische hypotensie. Op basis van deze bijwerkingen, contra-indicaties, eigenlijk de evaluatie van de veiligheid en geschiktheid, zie je al dat die beta-blokkers de meeste problemen geven. Dit gecombineerd met de minste effectiviteit, namelijk dat deze middelen maar 5 mm kwikdaling geven en de andere 10, zien we frequent dat deze groep afvalt. Dus beta-blokkers zijn wel van belang bij patiënten die hart- en vaatziekten hebben, maar als die patiënten dat niet hebben, zien we eigenlijk bijna nooit dat iemand een beta-blokker als eerste keuze antihypertensivum heeft. En zou je dus moeten gaan voor een A, een C of een D. Afhankelijk van de patiënt en zijn of haar voorgeschiedenis kan je dan voor het een of het ander kiezen. Daarbij is het ook belangrijk om te zeggen dat patiënten met een sterk verhoogde bloeddruk, bijvoorbeeld 20 mm kwik systolisch of 10 mm kwik diastolisch boven de streefwaarde, die gaan het met één antihypertensivum vaak niet halen. Om deze vertraging te voorkomen, is het handig om ook bij deze patiënten te starten en direct te kunnen starten met twee middelen. Het liefst iets uit de groep van de RAS-schermers en dan iets uit de groep van de niet-RAS-schermers. In het bijzonder is dit handig bij patiënten die een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten hebben. Let daarbij uiteraard wel op, bijvoorbeeld bij kwetsbare patiënten, dat deze bloeddrukdaling verhoogde kans geeft op vallen. En daarmee fracturen en ook de combinaties een verhoogde kans kunnen geven op ernstigere bijwerkingen. Waardoor dit dan altijd een afweging per patiënt moet zijn. In de vijfde stap gaan we kijken wat we nou een patiënt zouden moeten vertellen over zijn of haar behandeling. Het belangrijkste is altijd dat we streven naar een bloeddruk die past bij het risico van de patiënt. De ene patiënt is de andere niet. Leefstijladviezen zijn een hele belangrijke maatregel om het risico op hart- en vaatziekten te verlagen. Dus niet alleen voor de bloeddruk, maar ook voor andere hart- en vaatziekten. Het allerbelangrijkste doel is langdurige controle van de bloeddruk. Het hoeft niet binnen 1 of 2 dagen, alleen als iemand torenhoge bloeddrukken heeft. Het belangrijkste is dat iemand langdurige controle van de bloeddruk heeft. Het kan soms zelfs 20, 30 jaar duren, hoeft dus niet in 1 of 2 dagen opgelost te worden. Overweeg daarbij een combinatiepreparaat. Dat kan in het begin lastig zijn, omdat je vaak nog aan het sleutelen bent met de doseringen en niet alle combinatiepreparaten hebben alle doseringen. Realiseer daarbij ook dat combinatiepreparaat zorgt voor minder pillen, maar vaak niet voor minder innamemomenten. Want die pillen worden immers maar op 1 innamemoment ingenomen. Daarbij is het ook goed je te realiseren dat de kosten nogal eens kunnen oplopen. Dit is in het bijzonder als 1 pil meer dan 2 antihypertensiva bevat. Dan zijn de tabletten vaak duurder dan de 3 individuele pillen afzonderlijk.
Daarnaast is het belangrijk om duidelijk uit te leggen dat in principe de inname van antihypertensieven in de ochtend gebeurt. Er zijn dus geen specifieke innameafspraken, zoals het innemen met specifieke voedingsmiddelen of andere zaken. Er zijn wel wat onderzoeken die laten zien dat mogelijk het geven van antihypertensiva voor de nacht beter zou kunnen werken, maar daar is de literatuur nog niet eenduidig over. De laatste stap is eigenlijk de controle, monitoring. Wat moeten we eigenlijk doen op het moment dat we starten met de geneesmiddelen? Nou, indien je een diuretica of een RAS-remmer start, is het belangrijk om voor aanvang van de behandeling en vervolgens ook jaarlijks de nierfunctie, natrium en het kalium te bepalen. Bepaal eventueel de EGFR, natrium en kalium ook 2 weken nadat je gestart bent, indien de waarden van de EGFR en het kalium voor aanvang, dus voor de start, afwijkend waren. Bijvoorbeeld een EGFR onder de 60, een te laag kalium of een te hoog kalium. En in het bijzonder ook als je direct start met een RAS-remmer en een diureticum, omdat dan deze bijwerkingen kunnen versterkt worden. Herhaal vervolgens de controle elke 3 maanden op indicatie. In het bijzonder bij patiënten met een hele slechte nierfunctie, bij kwetsbare ouderen of bij instabiel hartfalen. Daarnaast is het belangrijk om de bloeddruk te blijven controleren en de bijwerkingen na 2 weken te controleren, om te kijken of iemand het wel verdraagt. En zo nodig aan te passen naar de wensen van de patiënt. Ik hoop u in de afgelopen dia's te hebben verteld hoe je een gedegen keuze kan maken voor een antihypertensivum, waarbij het vooral gaat over het beredeneren waarom je voor het een of het ander zou gaan. En ik hoop u vervolgens ook in de andere delen nog te spreken. Fijne middag.